Deze nieuwsuitzending is ook weer lekker voor het slapen gaan. Of als je toe bent aan je middagdutje. Dat vergeten mensen heel vaak. Dat je om 3 uur 's middags eigenlijk eventjes op je rug moet gaan liggen. Dat is een goede Franse gewoonte ook. En eten, ja, dat doen we wel als de zon ondergegaan is. Of dat er tegenaan zit. Gewoon 's middags even lekker... Het is statistisch vastgesteld. Wetenschappelijk moet ik zeggen. Want ze hebben geteld. Tellen is het begin van wetenschap. Hè? En dan zijn ze de tijdstippen gaan controleren. Van de auto-ongelukken. En wat blijkt nou? De meeste auto-ongelukken gebeuren aan het einde van de middag. Ja. Moeten mensen ook maar even een tukje doen. Zeker als je 's morgens vroeg opstaat en dan heb je een hele drukke baan. En dan zit je in je leaseauto op de A12. En die zon die schijnt zo lekker warm naar binnen. En je denkt, ah, boom. Ja, was van tevoren even in bed gaan liggen. Een tukje doen. Dan kan je deze uitzending ook mee gebruiken hoor. Ik ga geen vieze woorden zeggen. En ik ga ook niet schemen. Nergens voor nodig. Deze uitzending is weer eens, net als die vorige, met name bedoeld voor mijn kind. Want mijn vader, haar opa, opa Dierentuin heette hij. Zelf heb ik gehad een oma van der Pont. Van der Pont. Maar die heette niet zo. We gingen daar naartoe met de pont. Dus bij Amsterdam Centraal Station heb je dat ei, of het ei. Die waterpartij. En dan veerponten. En zo kwam je dan bij die oma. Dus die heette oma van de pont. Dat was zijn moeder. Dat was zijn moeder. Dat is jouw overgrootoma. En haar familienaam was oma Winkel. En haar meisjesnaam, haar medenaam, die weet ik niet meer. Ik weet nog wel waar ze woonde. Ja, dat is wel een ding. Misschien is het inmiddels allemaal gesloopt. Dan hebben ze die wegennamen, straatnamen weer veranderd. Woont ze nu in de buurt van het Geert Wildersplein? Want in die tijd had je geen Geert Wilders. Jouw opa, opa Dierentuin, die heeft het erop aangestuurd om opa Dierentuin genoemd te worden. Dat zei hij ook van tevoren eerlijk tegen mij. Want ik ga de pijp uit onder de descriptie opa Dierentuin. Het leek mij een prima plan. Hem geen haarbreed in de weg gelegd. Sterker nog, omdat jouw moeder zo, die houdt niet van dingen. Zo, die, ja, dat is een lang verhaal, maar die was er altijd op tegen. Die zag overal een probleem in. En ik dacht alleen maar, Ja, dat is een goede schaker. Hè? Dan krijg je een F4 voor je kaart. En dan denk je, shit, die fuck.
Ik heb daar heel handig mee gespeeld. Jij bent met mijn vader naar de dierentuin geweest. En niet één keer, niet twee keer. En dan vooral als je met hem naar de dierentuin ging, dat je ook echt naar de dierentuin ging. En niet dat je een locatie zoekt om gezellig te kletsen. Dan kan je beter naar de kroeg. Maar dat is geen plek voor kinderen. En mijn vader wilde ook alleen maar naar de dierentuin voor de dieren. Je kan zeggen dat was voor hem een metafysisch moment. En jou vertellen, zie je dat? Een of andere neushoorn, die deed wat geks. Je moet eventjes wachten bij die neushoorns voordat ze wat geks doen. Maar ze doen wel gekke dingen. En dan kan je lachen. Ze hadden het ook van die nijlpaarden. En zo'n nijlpaard denkt dan af en toe, ik ga in de plons. Ja, dan moet je vooral even kijken. Hoe gaat een nijlpaard in de plons? Om over die stokstaartjes nog maar te zwijgen. Dat was mijn vader. Was, want hij is dood. Hij is vermoord. En dan zegt, ja Perry, maar dit is een verhaaltje voor het slapen gaan en ik wil graag... Ja, kan je niet wat vertellen over Nijntje die naar de dierentuin gaat? Nijntje gaat met de boot. Ja, dat kan ik wel doen. Maar in dit geval gaat het over moord. En ik vond het niet leuk. Ik heb er het beste van proberen te maken. Oké, je vader is vermoord en wat ga je dan doen? Nou, dan moet ze tv-abonnement moet opgezegd worden. Zijn mobiele telefoon, ja, die hebben we ook niet meer nodig. Dat moet ook gekild worden. Want we willen wel geld genoeg overhouden voor het feest. De begrafenis. En de erfenis natuurlijk. Want mijn vader had die boot. Mijn vader is de pijp uitgegaan als de eerste beste piraat met een gouden ring in zijn oor. Die begrafenisverzekering was ook leuk. Die boot daarentegen, dat ging uiteindelijk over duizenden euro's. En ben je dan blij met iemand zijn achterlating? Ja. Ik ben niet blij met het feit dat hij dood is. Waar had dat voor nodig? Waarom moet je een man van 63 doden? Want ja, hij gaat met zijn kleinkind naar de dierentuin. En hij stuurt erop aan om opa dierentuin genoemd te worden. En dat gaat hij dan doen door heel veel aandacht te schenken aan alles waar hij mee bezig is. Ja, kun je dat inbrengen. Maar hij heeft ook in de psychiatrische inrichting gezeten. En niet één keer, niet twee keer, niet drie keer. Maar was dat zijn schuld? Krishnamurti heeft gezegd dat verschijnselen vertekenen van normaalheid in deze wereld is een teken van gekte. Een ander Nederlands spreekwoord is een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ja, dat je het maar even weet. Nou, en hoe ging dat nou met jouw opa? Hoe hebben ze die vermoord?
Het alleringewikkeldste daarvan is dat ze dat heel ingewikkeld gedaan hebben. Dus als je daar je vinger achter wil krijgen, dan gaat iedereen lopen roepen dat je een samensweringstheorist bent. Nou, ik geloof niet in de samenswering, maar ik geloof wel dat er mensen zijn die erg dom zijn. Die hun, hoe moet ik zeggen, hun autoriteit verlenen aan een witte jas, bijvoorbeeld. Ik ben wit en ik ben schoon. En spreek de waarheid. Nou, mijn vader, dat was in 2008. Ook met een 8. Ja, ik word er een beetje emotioneel van. In 2008. Hij had vage klachten. Hij woonde toen op die boot, die we later met de erfenis zouden krijgen. En geen zin meer om te eten. Geen zin meer om te roken. Dat was het enige wat hij van zichzelf nog mocht. Dat was zware shag roken. Gewoon lekker paffen. Maar dan moet het wel smaken. En het smaakte niet meer. En mijn vader die ging altijd boodschappen doen, elke dag. En dan liep hij naar het winkelcentrum, vlakbij die haven waar hij lag. En hij vertelde mij dat als hij zo'n groepje van die dames tegenkwam, met een boerka of een niqab of whatever. En ze liepen met hun man of met hun tantes of nichten. Mijn vader zag die boerkalino's en dacht alleen maar positieve dingen. Net als dat hij naar de dierentuin ging. Dan wel kijken naar de dieren. En daarbij stilstaan. Hij zei dat hij in het winkelcentrum gewoon, sorry dat ik gewoon zei, niet alleen kreeg hij die boodschappen mee van die sukkelige uitkering die hij had, maar ook de boodschappen van die vrouwen die onder hun burka of niqab of whatever naar hem keken en dat hij zeker wist dat ze glimlachten. Dat zei hij tegen mij. En ik kan me dat goed voorstellen. Dat zo'n boerkalina daar boodschappen moet doen met die vervelende neefjes en nichtjes. Want ga er maar van uit. Dat in die families heb je ook zo van dat soort kinderen. En dan moeten ze boodschappen doen en dan zien ze mijn vader lopen. Dan denken ze, hé, dat is een aardige man. Want dat was hij. En zelfs in dat boodschappen doen had hij de fut niet meer voor. Inmiddels heb ik gehoord van zijn jongste zuster, waarover later meer, dat hij een hele tijd geen koolhydraten heeft gegeten. En zoals jij weet is het eten van koolhydraten zo-zo. Het andere punt is, als je helemaal geen koolhydraten eet, ja wat dan? Tante Til heeft gezegd, het was zijn eigen stomme schuld. Had hij maar beter moeten eten. Zij zei, je hebt geen zin meer in eten, want het eten wat je eet, dat vind je helemaal zelf niet lekker. Je zit 3 ons groente per dag in je mond te stoppen. Maar waarom? Vind je dat lekker? En dat terwijl mijn vader
Wie heeft de Franse keuken gedaan? Professioneel? Hij zou beter moeten weten. Ach, dat had hij niet. En zo kwam hij dus bij die dokters terecht. Want de huisarts die zei tegen hem, ga jij maar naar Harderwijk en dan gaan we onderzoekje doen naar je vage klachten. Les nummer 1, als je vage klachten hebt, niet naar de alopaat. Want die gaan onderzoek doen. Er is een mooi Nederlands spreekwoord en dat heet, als je een hond wil slaan, zal je altijd een stok vinden. Als jij met je auto naar de garage dealer gaat en zegt van ja, hij trekt niet meer zo lekker op. En ik heb ook het idee dat als ik op de rem ga staan, dat hij een beetje naar links trekt. Maar voor de rest weet ik het niet zeker. Ik kan je zelf even gaan kijken, want ik vertrouw mijn auto niet meer. Ja, dat moet je vooral doen. Die garagehouder die lacht zich helemaal 3 keer in de ronde. Want die vindt wel wat hoor. Ja, we hebben er even naar gekeken en we zien in elk geval dat de dynamo heeft niet meer de uitgangscapaciteit. Die gaan we vervangen. En de V-snaar, ja, die kan nog een paar kilometer mee, maar er zit wel een beetje rek in. Dus, joh. En je motor is niet oververhit geraakt, maar de koppakking, die mag wel een keer vervangen worden, hoor. Ja, zo ging mijn vader dus ook naar Harderwijk. Van zeg maar wat er aan de hand is. In eerste instantie zeiden ze dat hij ziekte van Crohn had. Het leuke is dat de oudste zus van mijn vader, Reen noemen we die, Irene, is dat echt de naam? Die heeft haar hele leven gewerkt in de medische industrie. En het was haar broer. Dus zij wilde wel even weten van de hoed en de rand. En ik ook. Want je hebt het wel over mijn vader. Toen kwam die diagnose van de ziekte van Crohn. En dat zei me toen niet zoveel. En ik met Irene aan de telefoon. En Irene zei, dat is bullcrap. Want bij de ziekte van Crohn horen bepaalde verschijnselen. Dat heet symptoms. Syndromes moet je zeggen. Syndromen. Bepaalde syndromen horen daarbij. En die had hij helemaal niet. Dus mijn vader, zijn lichaam, ze hebben een testje gedaan en dan was het, oep, ziekte van Crohn. Dus heel blij was ik toen ik van officiële kant hoorde dat ze het eens waren met tante Irene haar oordeel. En dan zelfstandig geconstateerd, want ze hadden vervolgproefjes gedaan. En nee, het kon geen ziekte van Crohn zijn. Ja, inmiddels had mijn vader wel 3 weken lang gedacht van, oh mijn jeetje, ziekte van Crohn. Misschien is hij wel naar zo'n patiëntenhulpverleningswebsite gegaan om te kijken hoe je daarmee om moet gaan. Ja, dat was allemaal nergens voor nodig, want hij had geen ziekte van Crohn. Oké. Tante Irene blij, ik blij. Maar zij niet. Ze hadden een nieuwe hypothese. Hij is op beenmerg
kanker hebben. Nou, dat moet je even lekker hebben. Want je beenmerg, dat produceert witte bloedlichaampjes. Die zitten in je lymfe, gaan ze dan de hele tijd heen en weer. Daar moet je ook heel vaak gapen en bewegen. Yoga doen. Yoga is ook beweging. En dan gaat je lymfe stromen en die witte bloedlichaampjes die denken allemaal, ja, maar waar is de snackbar dan? Is hier nog ergens iets wat ik op kan eten? Nou, en als de aanvoer van je witte bloedlichaampjes, als die verkankerd is, versclerotiseerd is, dan heb je geen nieuwe witte bloedlichaampjes. Uiteindelijk. Nou, zei mijn tante Irene, dat kan niet echt, want als je beenmergkanker hebt, dan heb je ook die en die symptomen. Die syndromen. Die uiterlijkheden. Zij wist al dat dat niet kon. Ja, die lui moesten daar nog even over nadenken. Hebben ze een vervolgtest gedaan. En ja, ook, ja nou, het was een idee. We moesten het uitproberen, want we willen u redden, meneer George Winkel. Te weten de vader van Perry Winkel. Dus ze gingen door met het onderzoek. Nou, inmiddels was jouw opa, die had echt einde moeten lopen naar het ziekenhuis en weer terug moeten lopen. Ja, die had een bus, maar je moet naar de bushalte lopen. Hij had al die mensen gezien en allemaal hallo gezegd. En dan kwam hij weer terug op zijn boot. En dan zat die hond, Jackie en die papegaai. Hoe heet die ook weer? Olly. Nou. Toen heeft hij nog een keer met de huisarts gebeld. Volgens mij, als ik het goed herinnerd heb. Om te zeggen van ja, de vage klachten die zijn voorbij. Ja, wat mij betreft is de hulpvraag over. Daar gingen we lekker een zware check zitten tanken, ja, roken. Ja, een beetje naar buiten kijken. Een beetje wachten op een telefoontje van mij. Hij zei altijd, jongen, je hebt toch geen slecht nieuws? Ik zei, nee pa, ik bel gewoon even. Hoe gaat het met jou? Toen zijn we nog een keer met Ivo. En Ivo is de oudste zoon van tante Til. Dus de oudste zoon van de jongste zuster van jouw opa Dierentuin. Nog een keer naar zijn boot gegaan. En ik had sigaren meegenomen. En mijn vader had bier gekocht. En zelf drinkt hij geen alcohol, tenminste niet. Nou, hij heeft wel heel veel gedaan. Hij was er toen van overtuigd dat hij dat niet moest doen. En hij moest voor het zoveelste onderzoek naar het ziekenhuis. Ja, het zou wel eens serieus kunnen gaan worden, want ze zouden een longscan gaan maken. En het klinkt allemaal heel goedaardig, zo'n longscan, maar dat is het niet. Ze maken een foto van je met radioactief materiaal. Het is eigenlijk te smerig voor woorden. En hij zat dus voor dat onderzoek. En hij maakte zich zorgen, want het zou nu gaan over longkanker. Het was hun laatste speelkaart. Ze hadden de ziekte van Crohn, beenmergkanker.
misschien ook nog wel non-Hodgkin kanker of zo. Dat was het allemaal niet. Maar nu dan ordinaire longkanker. En mijn vader maakte zich zorgen. Want hij rookte als een schoorsteen. Rookte. Maar dat zal toch niet waar zijn? En hij was bang. Toen heb ik nog tegen mijn vader gezegd. En Ivo zat erbij. Hè? Ik zeg het verkeerd. Isidor. Wat een grote fout. Ivo is mijn aangenomen broer. Hè? Isidor. Het is allemaal zo treurig. Ik heb toen tegen mijn vader gezegd. Van pap. Ik heb een verschrikkelijk goed idee. Met een nadruk op verschrikkelijk. En Isidor, dat was hartstikke leuk. Isidor had net een boek gelezen. Had hij ook bij zich, volgens mij. Heb ik ook nog ingekeken. En die sigaren opsmoken natuurlijk. En mijn vader lekker mee paffen. En wij mochten dat bier op drinken. Ja, het lekker bier gehaald. Mijn vader dronk geen jenever, bijvoorbeeld. En daar valt wat voor te zeggen. Want het is de meest gore troep die je maar kan voorstellen. Over wodka heeft mijn vader zich nog wel positief uitgelaten. Dat hij zei van ja, als je dan toch... Dat heeft hij dus echt gedaan, hè. Ik ben zo trots op mezelf dat ik zo'n vader had. Maar mijn vader zat dus in de Jellyneck Kliniek op de Herengracht in Amsterdam. Hij had al gewerkt bij Hotel Krasnapolski. Hij heeft op Paleis van de Dam heeft hij gedraaid. Toen ze allemaal aan de scheiterij kwamen, heeft hij me allemaal verteld. Dat de een of andere hulpkok die had een fout gemaakt met de aardappelsalade. Toen is die hele koninklijke meuk. Hij heeft gewerkt in de oesterbar. Ik ben er nog een paar vergeten. Daar heb je het echt over toprestaurants. Oei, wat kon je met hem lachen. Maar toen mocht hij diensten draaien in de Jellyneck Kliniek. En dan zat hij dan fulltime. En ik kwam dan op bezoek met mijn moeder en jouw tante Tanja. En mijn vader die wees mij op het... We hadden daar een trap. Een heel hoog gebouw is het. En dan hebben ze een hele mooie trap gemaakt. En dan kan je dus in de rondte loop je dan. Dat is best een biologische trap. Dat ziet er keurig uit. Mooi met hout en al die spijltjes die erbij horen. Maar hij zat dan op verdieping nummer zoveel. En mijn vader die wees naar die marmeren vloer. En die zei van, ja, daar worden ze op gevonden hoor. Van die mensen die niet het geduld hebben om de treden helemaal af te lopen. Maar die gaan in één keer naar beneden. Ik kon me dat wel voorstellen. Het ziet er ook echt uitnodigend uit. Als je er helemaal geen gat meer in zit, dan ga je op de vierde verdieping staan. En denk je, ja, wat voor moeite is het nou? De gravitatie-dinges ellende van Isaac Newton. De man waar ik pas recentelijk heel veel meer respect voor heb gekregen. Die dicteert van je, na 1 seconde val je met 10 meter per seconde. Na 2 seconden val je met 20 meter per seconde. Na 3 seconden val je met 30 meter per seconde. En na 4 seconden val je met 40 meter per seconde. En dan kan je eventjes gaan rekenen met je rekenliniaal hoe lang het dan duurt voordat je de leuning loslaat. En je op het marmer ligt. Zo. Dat is een soort van, ja, het heet vrijtood, heet dat.
Wat je niet gaat doen als je dan toch vrijtoot wilt doen. Dat je zo'n cyanide preparaat in je mond stopt. Die ze... Dat was toch... De 14e. Benedictus de 14e? Die had de Jezuïeten verboden. En toen zei hij nog van... Ik wist dat ik vergiftigd zou worden. Maar ik had echt geen enkel idee dat het zo lang zou duren en zo pijnlijk zou zijn. En dat doe je niet als vrijtoot. Dat mag ik hopen, althans. Dan duik je maar gewoon head first. Duurt 3 seconden hoor, echt niet. 21, 22, knal. Maar je hoeft niet je zorgen te maken over dat je dan belandt in een revalidatiecentrum. Echt niet, want je gaat tegen de grond met 30 meter per seconde. Nou, reken maar uit hoeveel kilometer dat per uur is. Zullen we even samen rekenen? 30 meter per seconde. Nou, 1 uur is 3600 seconden. 3600. Nou, voor het gemak maken we daar 4000 van. Even afronden. Dus dan moet je 4000 keer 3 doen. Dat is een meter per seconde. Klopt dat nou maar nog? Je hebt dus 3 seconden dat je omlaag dondert. En we gaan uit van, even kijken, 4 per uur. Dus dan heb je, je gaat met 30 meter per seconde tegen de vlakte. En dat keer 4000, dat is dan 120.000 meter. Ja. Dat is 120 kilometer per uur. Heb je ooit 120 gereden op de snelweg? Ja, zo gaan die dingen. En dat was mijn vader. En mijn vader stond er best stil. Dat was een levend mens. En wat hij mij ook vertelde, dat daar op de... In die tijd dan, als je er binnenkwam, dan ging je eerst naar de detox. En mocht je helemaal niet meer drinken. En er was daar een zuster, al dat was zuster Timmer. Die heette echt zo. In zo'n witte, zo'n pakje, zo'n zusterspak. Met een rok natuurlijk. En platte schoenen. Die waren denk ik ook wit. Mijn vader had geen hekel aan haar. Hij heeft zich nooit negatief uitgelaten over zuster Timmer. Vertelde dat als zuster Timmer iets zei, dat je maar beter kon doen wat zuster Timmer zei. Want anders, het liep niet goed af. En mijn vader is, zoals ik hem heb gekend, een empathisch gevoelig mens. Met een goed reuk- en smaakvermogen. En gevoel voor detail. Ik vertelde van zuster Timmer. Ja, zo is het hier. Mijn vader is ook... Is, mag ik zeggen. Want zo herinner ik hem mij. Zo iemand die maakt makkelijk contact. Dus daar in de Jelinek-kliniek... Dan mocht je ook schilderen. Nou, hij lekker kwasten. Heeft hij nog heel veel van geleerd. Met de olieverf. Pruisisch blauw. En ik heb geen schilderij meer van hem. Dat is jammer. Ik heb nog een foto van hem. Dat wel. En niet eens een mooie foto. Heeft hij me ook allemaal eerlijk verteld, hè?
Want dat heb je het over mijn vader. Heb je het over eerlijkheid. Die man heb ik nooit horen liegen. Hij deed zijn eigen ding. Maar die suiperijtoestand. Hij had dus ook verteld dat drinken in de Jelinek kliniek in die dagen. Ja, als je weet. En daarvoor moet je gewoon een beetje aanschuiven. Die zat gewoon te schurken tegen die Suri's. Want die Suri's, de Surinamers. Daar zitten er ook bij hoor. Die suipen zich helemaal te pletteren. Nou, dan moet je met die Suri's aanschakelen. En ook de een of andere klootzak uit een of ander boerendorp. En dan samen suipen. Dat was de wedstrijd daar. Je had zuster Timmer. Die zei van, joh, jullie zitten hier op de alcoholkliniek. Er wordt hier niet gedronken. Iedereen eerst naar de detox. Er lagen daar in het toilet, als je dan dat wist, in de stortbak, daar zat een fles vodka in. En die werd met z'n allen betaald. Wat kost vodka? Tegenwoordig koop je het voor 5 euro per liter. Als je connecties hebt. Dus wat was het in die tijd? 2 gulden 13. En er werd zo'n fles werd verstopt in een stortbak. Iedereen die meebetaald had, inclusief uitgenodigden. Er waren wel meer mensen die toch in de Jelinek kliniek even een borreltje achterover willen slaan. Want het is niet te harde daar. Iedereen flikkert daar door het trapportaal. En als je wil schilderen, dan doe je dat ook het liefste in een beetje rustige toestand. Oh, mijn vader. Ik vond het toen al een goede peer, hoor. Ik ben wel boos geweest op hem. Fuck you, klootzak, heb ik ook gezegd. Maar daarnaast allemaal goed gekomen. Wat is dat nou? Je man. Wat een bink was dat. Een van de allermooiste verhalen die hij mij vertelde, was dat hij tegen zijn Surinaamse vriend had gezegd. En die man heb ik later nog ontmoet. Die is ook bij ons thuis gekomen. Dus in mijn huis. Ik ken hem wel. Oh, ik ken hem, ik heb hem gezien. Hele aardige man. Maar die zat er ook vanwege de alcoholconsumptie. Van, het is boven de 0,3, dus dat mag niet meer. Ik helemaal nergens op zijn slaan. Op het moment dat je een mens gaat ontzeggen om. Ja, je hebt wel zin in. Ik weet niet van wat, maar het mag vandaag niet. Ja, daar krijg je juist zin van. In die andere rotzooi. Al is het alleen maar voor de fun. Maar dat mag niet, dus dan gaan we het wel doen. Hij tegen zijn Surinaamse vriend. Dan heb je zin om even Amsterdam in te gaan. Ja, je strippenkaart had je in die tijd. Of je kocht een kaartje. Dat kostte allemaal niks. En mijn vader had ook zakgeld. Hij zat daar de hele dag. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. En dan heb je af en toe time-out. En dan mag je naar buiten. Een soort rehabilitatieproces of zo. Wennen aan de buitenwereld. Dus hij. Met hem naar zuster Timmer. En gezegd, nou, wij willen. Even naar buiten, even met de tram, mag dat? Ah, zuster Timmer, dat is goed. Maar eerst krijg je refusal. En refusal, dat is een zwavelverbinding. Als je die gewoon in je mond stopt, ja, je stront gaat ruiken naar rotte eieren. Ik zou geen refusal in je maag stoppen, ik zou dat echt niet doen. Echt niet lekker. Ja, de grap van refusal is, dat maakt een soort van klodderachtige substantie in je maag, denk ik zo. Dus het zoutzuur komt erbij. Je maag zit vol met zoutzuur, pH van 3, dacht ik.
Echt zoutzuur is dat, hè? En dan gaat die reven zal in. Nou, als je daar dan alcohol overheen doet. Zo, man. Dan moet je braken. Echt, hoor. Denk maar aan een recept van bedorven kippenvlees met whisky. In de zin van whisky erdoorheen. Oh, man. En dat in je maag. Met een temperatuur van 37 graden Celsius. Dat gaat koken en kolken. En het... Ja, ze kregen dus van zuster Timmer. Allebei moesten ze in haar bij zijn. Zo'n refusal in een mix stoppen. En doorslikken. Misschien moest ze nog wel een glas water erbij drinken. Zodat ze zeker wist dat die pil in die maag zat. Ja, toen zei zuster Timmer, go ahead en knock yourself out. Het avondeten is om 6 uur, maar dat wist je wel. Als je te laat bent, krijg je geen eten. Mijn vader met zijn Surinaamse vriend hangen in de tram. Heb je van die hanghaken? Je hang je lekker aan. Voor de rest zit iedereen op zijn stoeltje. Ja, je bent net ontsnapt uit de alcoholkliniek en een beetje staan is ook wel leuk. Je bent er voor je beweging. En hij zegt tegen zijn Surinaamse vriend, zullen we toch een biertje gaan drinken? En die Surinaamse vriend zei, ja, wat een goed idee. En mijn vader heeft toen waarschijnlijk gezegd, dan wil ik naar dat café. Dus 1 keer overstappen met de tram, maar daar wonen gezellige mensen. En mijn vader kon me vertellen dat dat verhaal van de refusal, dat is niet alleen een mythe, dat kan je ook in de werkelijkheid ervaren. Kortom, ze hebben zichzelf helemaal kapot gekotst. Ja, maar wel een leuke middag gehad. En waarschijnlijk... Ik weet niet of die dan nog... Dat had ik nog aan hem moeten vragen. Want als je dan doe je eerst bier erin. En dan krijg je dat kotsgevoel. Dan komt al die zwavelrotzooi van die refusal. Sulfur. Dat komt eruit. En dan kan je daarna toch weer gaan doorzuipen. Battling fire against fire. En toen die middag met Isidor, heb ik tegen mijn vader gezegd, van, jij gaat vanavond bidden. Je gaat op je knieën liggen in deze stomme boot. Ja, dat heb ik niet gezegd, maar bij wijze van spreken, als beeld. Mijn vader begreep hem wel. En jij gaat zeggen tegen God, als een contract, een contractvoorstel. Maar lieve God, als ik nu doe wat Perry zegt, dat verstandig is, laat u mij dan in leven. Want God is degene die het leven geeft. En mijn vader en Isidor, die keken mij zo bedenkelijk aan. Waar heb je het over? Nou, wat ik wilde was erg duidelijk. Op een zaterdagmiddag, na die vervelende restauratie-ellende tent... Waar allerlei psychopaten met poen en de grootste boten, die maken de dienst uit. En wij gaan daar om 3 uur 's middags aan een tafeltje zitten. En wachten op objecten. Gegenstände.
Duits is Gegenstand. Momenteel moet je zeggen homo's. Dat is straattaal. Gewoon wachten op de homo's. En doorzuipen. En uiteindelijk wordt er aan ons gevraagd, of wordt er gemompeld, die twee kunnen beter naar huis gaan. En als we dat merken, dan gaan we weg. Desnoods ga ik tijgerend over die steiger van toen, terug naar jouw boot. En die zondag, ja, kom op. Het ligt eraan hoeveel Jägermeister je gebruikt. Want Jägermeister is een venijnige. Een dropshot ook. Je alcoholbalans goed in de gaten houden op zo'n avond en altijd kunnen zeggen, ja meneer de rechter, ik kon er niks aan doen, want ik was stom dronken. Ik had een alcoholpromillage van, maar we rijden toch geen auto? Het drinken, dat verlaagt je bewustzijn. Er zijn heel veel mensen, mijn schoonvader, die was zich ook bewust van mijn duidelijke alcoholconsumptie, laat ik het zo maar zeggen. Ik schaam me nergens voor. Hè? En die zei tegen mij, oh, ja, als ik alcohol drink, dan krijg ik negatieve gedachten. Dat klopt. Ik zei het tegen mijn schoonvader, want dat is een reden om het op een suiker te gaan zetten. Want wat zijn die negatieve gedachten dan? Kijk, mijn vader die kon zeggen, kijk hier op de marmeren vloer, daar worden ze regelmatig opgeruimd en dan worden ze in een plastic tas gestopt en afgevoerd en ja. Is dat negatief? Die observatie van mijn vader dan. Wel natuurlijk dat je van die trap afdukkelt. Sukkel. Je bent altijd goed genoeg om een ongelofelijke e-hol te zijn. Zo, dat is een mooi credo. Iedereen kan zeiken, jij ook. Dus geen vrijtoot alsjeblieft. Gewoon doorgaan met oude hoeren. Ga maar klagen. En lees een Bijbel. Terwijl je aan het klagen bent. Wel een beetje in het gareel blijven. Ik had het me zo echt. Ik zag het echt voor me. Ik op tijd bij zijn boot. Lekker helemaal uitgeslapen, de avond van tevoren niet al te veel gesopen, een beetje gegeten, buitenlucht erbij. Dat ik tegen mijn pa zeg, wie is de klootzak? En dan lekker achterover hangen. En ik aan de jenever met ijs. En een scheutje Cointreau. Want die Cointreau die loopt daar toch helemaal niet. Stelletje culturen of alcoholbarbaren. Die daar ronddwalen. Dan gaat het gewoon lekker op een suiker zetten. En dan heel open en vriendelijk doen. Open zitten, je knieën van elkaar, je handen van elkaar.
dan komt er altijd iemand bij zitten. Oh. Maar als je iemand in de ogen kijkt, dan doe je gelijk je hand omhoog. En van hallo. Maar dan komen ze wel. Vissers van mensen, heet dat principe. En lekker doorzuipen. En laat die negatieve gedachten maar komen. Het zijn uiteindelijk positieve gedachten. Wij hebben als mensen een enorm probleem met het positief en negatief. We hebben het namelijk verkeerd om. Geluk is een negatief begrip. Dat is niet door mij verzonnen. Ik ben het er wel mee eens. Ja, maar dat kan je toch niet meten, dat gelukkig zijn is dus niet goed. Nee, dat zei ik niet. Ik zei negatief begrip. Een korte filosofieles. Een begrip is positief als dat iets aanduidt. Tante Riet is in de keuken. Dat is een heel eenvoudig begrip. En dat is positief. Als het waar is. En haha, tante Riet is helemaal niet in de keuken, want die heeft diarree en dat kon je toch wel weten, dus die zit op de play. Ja, dat zijn grapjes. You get? Tante Riet is in de keuken, is een positief begrip. Een eenvoudig begrip, want het is waar of niet waar. Los daarvan heb je nog meer begrippen, zoals geluk. Maar wat is geluk? Oh, maar ik heb op YouTube gekeken en daar zag ik iemand en die was heel gelukkig. Ja, maar wat bedoel je dan? Wat je bedoelt is dat je geen ongeluk zag. Ongeluk is een positief begrip, namelijk. Je zag geen ongeluk, dus noem je dat geluk. Nou, dan ga je allemaal bellen, logica bellen. Vooral van die Nederlandse logici, zoals Lutzen Brouwer. En die zegt, een niet keer niet betekent niet waar. Het is niet zo dat niet keer niet waar is. Het is niet zo. Dubbele punt. Het is niet zo dat. Dubbele punt. Niets keer niets waar is. Geluk is een negatief begrip. Het enige wat je als mens te doen hebt, is je ongeluk te vermijden. En how are you going to do that? Ja, niet zoals mijn vader naar de allopaten gaan met vage klachten. Dan smeek je erom. En dat wilde je niet. Niemand wil ongeluk. Dus dat moet je vermijden. Nou, mijn vader die heeft zijn ongeluk dus ontmoet. Want die middag suipen, na middag en dan een uurtje of 10, 11 s'avonds. Want dan gaan al die homo's toch weer terug naar hun veilige bootje. En is er niks meer te beleven. En als mijn vader toen niet meer kon wandelen, had ik gezegd, ook niet zeuren man. Oh, een arm om hem heen geslagen en tegen die barkeeper gezegd van ik zorg ervoor dat hij wel bij die boot komt. Succes met het afwassen.
van al die mensen zo van... Ben je er gistermiddag ook bij geweest? Nee, maar dat was erg. Indruk maken. Maar goed, dat heeft mijn vader niet gedaan. Hij geloofde daar niet in. Alcoholangst. Jarenlang omgegaan met zuster Timmers. En ik was het er niet mee eens. Ja, met die longkanker ellende hebben ze een radiografische stralingsfoto gemaakt. En ze zagen een verkleuring in zijn rechter longtop. Uit je linkerlong heeft 2 kwabben, want daar zit ook je hart. En je rechterlong heeft er 3. Want daar zit je hart niet. Je hebt geen 2 harten, maar 1. En die bovenkant van die rechterkant, waar die 3 kwabben zitten, daar zat een versclerotisering in. Een versclerotisering is ook wat je ziet bij een boom. Dus een boom heeft allemaal blaadjes bij het begin, als het een eikenbomen. Die soort van bomen, want je hebt ook van die bomen, die staan in de winter nog steeds. Maar ook die hebben dat. Die buitenkant is versclerotiseerd. De bast van de boom. Dat is een natuurlijk proces. Ook de binnenkant van de boom, daar zit die kracht van die boom in. En die is van binnen versclerotiseerd en hard geworden. En tussen de binnenkant van de stam van de boom heb je dus die versclerotisering. Daar maken we hout van. Hè. Dan kan je zagen. Ik heb hier zo'n werkbank, dat is de binnenkant van de boom. Hè. En daartussen, daar zit het meristeem. Dat is de levende kant van de boom. En mijn vader had een versclerotisering in de bovenste kwab van die 3 kwabben kant. Die rechterkant is dat in de regel. Er zijn mensen met een hart aan de rechterkant. En hoe dat dan afloopt, weet ik ook niet. Ik weet niet of God daar rekening mee gehouden heeft. En misschien dat als je je hart aan de rechterkant krijgt, dat je dan je rechterlong uit 2 kwabben bestaat en je linkerlong uit 3. Het zou kunnen. Het zou wel heel erg creatief zijn van God, maar hij staat erom bekend. Dat hij creatief is. In die bovenste kwab van zijn rechterlong, want mijn vader heeft gewoon het hart aan de linkerkant, daar zat een versclerotisering in. Ze maken daar een radioactieve straling waar het licht is of zo. Het is of wit of zwart. Dat heet een verkleuring. Dat duidt op lichaamsvreemd weefsel. Maar plotseling, je hebt alles wordt geradiografeerd, dus overal wordt doorstraald en achter je zit een of andere fotografische plaat. Wordt er een opname gemaakt. En dan zien ze dat er ergens iets afwijkends is. Want het heeft een verkleuring. Bij dat soort constateringen, dat je lichaamsvreemd weefsel hebt, dat kennen wij ook met het fenomeen wrat.
Dat klopt niet. Het probleem is, als je een wrat gaat verwijderen, dat je het risico loopt dat de kern van de wrat metasteert. Dit is een officiële medische term. De Nederlandse vertaling is verspreid. Denk aan een feest en je hebt een mooi wit kleed en iemand morst rode wijn. Die vlek moet je niet laten verspreiden. Je kan als een wilde tekeer gaan met schoonmaakmiddel en een heet water en van alles en boenen. En dan krijg je één grote roze vlek en je hele tapijt slaat nergens meer op. Een allegorie heet zoiets. Je moet erg oppassen met je mes te zetten in een wraat. Tenzij je hem echt helemaal weghaalt. Maar dan ga je bloeden, jongen. Een wrat, dat is een benigne vorm van kanker. Eigenlijk hoor je geen wratten te hebben. Wratten zijn niet besmettelijk. Je kan best iemand een hand geven die een wrat heeft. Loop je niks van op. Maar als jij een wrat hebt, is er iets mis. En de vraag is of zo'n wrat, zo'n ontaarding van jouw eigen cellen, of die de overname neemt. Ik heb momenteel een wrat in mijn linkervoet. En een vriend van mij heeft mij verteld dat hij zo'n probleem heeft opgelost met een Stanley mes. Hem is dat gelukt. Ik laat dat ding momenteel in mijn voet nog even zitten. Totdat hij te boring wordt. En dan grijp ik wel in. Dat doe ik zelf wel. Nou, mijn vader had zo'n versclerotisering in zijn rechter bovenkwap. En wat hebben ze nou gedaan? Ze zagen gelijk al een heel erg groot probleem. Oh, we weten het nu zeker. Jullie vader heeft longkanker. En dat is maligne. Met een grote kans. Dus wij moeten ingrijpen. En wij kunnen niet wachten op een ter kweekzetting. Want de klok die tikt. Dat vond ik gek. Ze hebben een foto gemaakt van mijn vader met radio, dinges en materiaal. Dan heb je een 2D beeld. Dan kan je ook nog een foto maken vanaf de andere kant. Vanaf de contraire kant. Want dan kan je zien de XY-coördinaten en de Z-coördinaat. Je moet drie hebben, hè, om te weten waar die versclerotisering zit. Nou, dan heb je voor de rest nodig centimeter en een holle naald.
En dat je goed weet onder welke hoek je gaat prikken. En dan vraag je aan mijn vader, adem rustig uit en hou je adem in. Dan in één keer die holle naald erin. Waarop een afstandsindicator zit, zodat je precies in de versclerotiseerde deel van zijn kwab zit. En dan vacuüm trekken. En hoe dik moet zo'n naald zijn? Echt geen 2 centimeter. Dat heb je helemaal niet nodig. Een klein beetje is genoeg. Dat doe je in een petrischaal. Dat zijn van die glazen bakjes. Kijk het maar op internet. Petri dish. Daarin doe je een voedingsbodem. Je doet dat in een oven. En die oven is 37 graden Celsius. Want dat is je lichaamstemperatuur. Je kan misschien iets... Ja, dan moet je even kijken hoe hoog precies. En dan ga je kijken naar de groei. En als die groei een cirkelvormige eenheid heeft, is het een benigne. Het betekent wel dat je er niet meer zo mooi uitziet. Denk aan een wrat op je wang. Kijk eens naar die zanger van Motorhead. Lemmy. Die had er ook een paar. Weg laten snijden? Nee, natuurlijk niet. Levensgevaarlijk. Nou, zij hebben dat wel gedaan. Met die kwab van mijn vader. Het risico genomen. En waarom? Ze hebben niet eens gekeken of het maligne was. Want als je het op kweek zet en het is maligne, dat kan je zien aan de vorm. Dat metastateert, dat verspreidt zich van nature. Ja, dan wel. Maar dan nog. Met een maligne kanker, die verspreidt zich van nature, en daar ga jij in lopen snijden. Ik heb daar een vraag bij. Dat gaat je veel vlees kosten. Dan moet je echt alles weghalen. In de verre omtrek. En het is wel je eigen vlees, of niet? Meer vlees heb jij niet gekregen bij geboorte. Er groeit niet vanzelf een tweede long aan. Maar nou wordt het grappig. Want mijn vader was dus inmiddels in uitstekende gezondheid. En dat vervolgonderzoek, waarbij ze dan die longkankerdiagnose zouden stellen. Nou, hij dacht, nou dat verhaal van Perry, dat laat me zitten. Ik kan het wel aan. Hij was ook hartstikke gezond. Vrolijk. We hebben die avond met Isidor echt gelachen. Leuk voor mijn vader om nuchter te zijn met een dronken neef. Want Isidor was zijn neef, het kind van zijn jongste zus. En zijn eigen zoon. Lekker aan de tank. Iedereen is veilig thuisgekomen.
Nou, wat ze gedaan hebben, was een geniaal plan. Er zou een incisie gemaakt worden, een snede gemaakt worden. En dan die kwab waar de versklerotisering in zat. Eraf. En dan met van dat... Dat maken ze van varkensdarmen of zo. Gaan ze hechten. Maar goed, zo'n long die bloedt als de pest. En er mag geen beweging in komen. Want dan blijft het alleen maar bloeden. Heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt? Er is ook het begrip pleister voor bedoeld. Niet bewegen. Voorzichtig zijn. Dus hebben ze de rechterlong. Want je hebt je adempijp. En die heeft een uitgang naar links. Naar je linkerlong. Waar die twee kwabben zitten. En je hart. En naar rechts. Ja, en die uitgang hebben ze afgedingest. Zodat zijn rechterlong niet meer kon deelnemen in dat vacuümzuig gebeuren. En als je adem haalt, dan, ja, dat doe je met de spieren van je borstkas. Je zuigt een vacuüm en stroomt al dat lucht in je longen. Maar dan zou die rechterlong ook gaan bewegen en opnieuw gaan bloeden. Dus dat mocht niet. Geniaal zijn die mensen. Ze zien ons gewoon als een stelletje wandelende Lego-blokjes. Dus ze hadden zijn rechterlong afgeknepen. Dus mijn vader mocht gewoon, bij Gods gratie, van de dokter Timmers van die tijd, mocht hij met zijn linkerlong ademhalen. Want zijn rechterlong was vacuüm geknepen, dus dat vlees zal helemaal stil blijven liggen. Nou, vraag nummer 1 die ik heb. Heeft mijn vader wel genoeg gerookt? Want anders, als in een long die niet meer doet, hè? Als daar een schimmel in zit. Nou, die kwam dus. En dan kreeg hij ook die schimmel in zijn linkerlong. En toen moest hij aan de automatische adembehaling. En kreeg hij een dagelijkse dosis met morfine. En daar vind ik ook dat ze daarmee moeten ophouden. Geef die mensen heroïne. Of ga gewoon op. Ga dat heulsap. Rook het gewoon. Stop het in je mond. En morfine, dat is echt heel gemeen wat ze gedaan hebben, mijn lieve kind, met jouw opa dierentuin. Die hebben ze morfine gegeven. En niet zo'n klein beetje ook. En antibioticum. En dan wat zout en suiker of zo, een mengeltje. Dat je lever nog wat te doen hebt. Leuk is dat. Een ziekenhuisbacterie-infectie. En dat heeft jouw opa omgelegd. En die mensen, die wisten dat. Of ze zijn dood. Kan ook. Maar als ze bij leven waren, hadden ze geweten dat ze mijn vader vermoord hebben.
Ze hebben de rechter kwap van zijn, rechter long, de bovenste kwap, eraf gesneden. Er kwam een infectie in. Ja, we kunnen het niet lang meer volhouden, want met deze medicatietoestanden gaat u dat niet lang meer overleven. Antibioticum, hè? Dat kreeg hij ook. En daar is een groot probleem mee. Antibioticum dat behelst de excrementen van schimmels. Een van de eerste was penicilline. Uitgevonden door een jezuïet. Ja, maar Perry, de jezuïeten zijn heel slim, hoor. Ja, heel erg slim. Een antibioticum, dat is een excrement van een schimmel, dat valt onder de... in de toxicologie. In de toxicologie heb je een indeling naar de giftigheid van de stof. Dus water is giftig bij een inname van 6 liter per dag. Dus als je per dag 6 liter water drinkt, dat kan je niet veel dagen volhouden. Andere stoffen hebben bij een veel lagere dosis ook dat effect. Dat heet de toxische dosis. Ik heb een 8 gehad voor toxicologie. Bij dokter Koeman, die uit Utrecht kwam naar Wageningen om onze dombo's te leren over giftleer. Aflatoxine, zo worden ze genoemd, dat zijn de excrementen van schimmels. Die zijn uitermate toxisch. En de grap is dan om een excrement te vinden van een schimmel waar je niet gelijk dood aan gaat. Maar de rest wel. De rest van de wezens in jou. Want jij bent een wezen. Een samenstelling van kwarks. Daar ben je zelf. En los daarvan denkt Jan en alle man van, oh wat leuk, hier kan ik ook. Nou, is dat beninje of malinje? Vraag 1. Was dat tijdelijk of voor eeuwig? Neemt dat je over? Nou, wat je kan doen is je stopt jezelf vol met het meest giftige stofje waar je zelf als mens nog net niet dood aan gaat. En laat al die mofo's hun eigen S eten. Eat this, baby. Eigenlijk is het een huilerig gedrag van de mens. Je moet helemaal geen antibioticum tot je nemen. Want, even evolutionistisch. Een ziektekiem heeft geen eigenschappen. Er kan echt van alles zijn. Ja, maar we weten van salmonellen. Je zit zelf helemaal bersens vol met salmonella. Doe maar... Laat maar een zonde via je anus lekker tot aan de 12-vingerige darm. Moet je wel zo'n flexibele stang hebben natuurlijk. Neem maar een salmonella.
Escherichia coli is er ook zo een. E. coli heet die ook wel. Ja, die leeft gewoon in jou. Dat is symbiose. Je kan ook zeggen van, ja, die vratten van Lemmy van de Motorhead. Goed denken om die omlauten. Motorhead. Die maakte hem alleen maar mooier. Nou, in jouw opa hebben ze dus lekker lopen snijden. Hij kreeg die ziekenhuisbacterie-infectie. Dat was MRSA. Want wat is de grap van antibiotica? Namelijk dat ziektekiemen hebben geen eigenschap. Ze lijken als het ware op God. En God heeft ons een lichaam gegeven met witte bloedlichaampjes en die maken al die klojo's kapot. Punt. En mijn vader, jouw opa, jullie had een verscleroticeerde bovenkant van die rechte longdinges. Ja nou en? Ik vertel het nu aan jou dat het echt zo gebeurd is. En de enige die ervan op de hoogte is dat het inderdaad zo was, dat is de jongste zus van mijn vader, tante Til. En voor de rest helemaal niemand. En mag ik daarbij stilstaan dat dit voor mij een stuk karma is waar ik even over moet kauwen? Dit is geen friet met béarnaise saus. Zoals ze die in België zo mooi kunnen maken. Dat je denkt, miam, miam. Voor mij is dit iets om bij stil te staan en ook om aan jou door te geven. Want er is niets zo erg als ontkend karma. Ja, ik weet wel van de geschiedenis, maar daar trek ik mij niks van aan. Want ik leef bij de dag. Je gaat dood. Voordat je doodgaat. Dat is het erge. De zombies om ons heen. Ze hebben jouw opa vermoord. Oké. Dat is jouw karma. Dat is jouw vorm. Dat is jouw beginpositie. En wat ik van jou verlang, mijn kind, is dat je dat beseft. En wat je ermee gaat doen, I don't fucking care. Mooi hè, dat ik af en toe fucking kan zeggen. En dan bedoel ik het vriendelijk. Straattaal. Ik zal een mop vertellen, dat is wel leuk. Toch voor het slapen gaan. Dat is een Afrikaanse mythe. Er was een dorp. En er waren andere dorpen. En in dat ene dorp woonde een oudere man. Die kon niet meer arbeiden. Zijn bokken, botten, die waren
en hij wilde niemand tot last zijn. En toen kreeg hij een aanbieding dat hij een kip kon kopen. Een kuiken. Hij heeft dat kuiken gevoerd. En toen dat kuiken allemaal eieren gelegd had, klaar was voor de kippensoep. Een mooie, grote, lekkere, blije kip. En die oude man was happy, man. Want die oude man, die kon geen graan eten. Maar die kip wel. En die kip blij. En hij die eieren eten. En uitzien naar de kippensoep. Toen kwamen de jongens van het andere dorp en die hebben zijn kip gejat. En die oudere man die ging naar het dorpsplein en zei tegen de mensen, mijn kip is gejat door de jongens van die en die. De mensen van het dorp, die hadden geen zin in oorlog. En zeiden, oude man, gezeur van jouw kant. En ze gingen het hebben over leuke dingen. En lachen. En dat die oude man zijn kip kwijt is. Tja. Is dat ons probleem? Toen werd er een geit gejat. En die man van die geit, die ging naar het dorpsplein. En die zei, er is een geit gejat. Van die jongens, van die en die. En die mensen op het dorpsplein van, oh ja, maar wat heb je dan om te vertellen? En hoe zat het dan? En is die geit hier gewoon weggelopen? Hoe kan je nou zeker weten dat hij gejat is? Die oude man die dacht, mooi zo. Er is een samenscholing. Ik ga er naartoe. En vertel van mijn gestolen kip. En die mensen tegen hem, ja, jij met je kip, we hebben het nou over die gestolen geit. Wil je even je mond houden, domme oude man, jij egoïst? Dan ging die oude man maar weer naar huis. Nou, oké. Okay. En die man van die gestolen geit, daar werd tegen gezegd, ja, er gebeuren altijd dingen en die heet een gekkigheid. Een klopje op de schouder, een geit weg, je krijgt altijd wel weer een nieuwe. En toen werd het een tijdje rustig. En toen werd er een meisje verkracht. Door die jongens van die en die. Ja, het hele dorp in paniek en roer. Want nu was het serieus, of niet? En nog steeds geen zin om een oorlog te voeren. En die oude man die wist van die bijeenkomst, die samenscholing, die ecclesias, die gemeente. En hij ging er naartoe en hij zei, er is een geit gestolen.
Er is een vrouw verkracht. En van mij is een kip gestolen. En dat hebben jullie jezelf veracht. Je nam daar genoegen mee. Je nam genoegen met het feit dat er een kip gestolen werd van een oude man. En dan nu lopen janken dat er een vrouw verkracht is. Ik wil mijn kip terug. Mooie Afrikaanse mythes. Want het goede nieuws is, er is maar één waarheid. En die waarheid is dat jouw opa, opa Dierentuin, vermoord is. Punt. Door een stelletje sukkels met telescopen. En een witte jas. Ik was met tante Irene, toen jouw opa Dierentuin nog leefde, op gesprek met het hoofd van de intensive care unit. Hij formeel vertellen, ja, gezien de situatie, dit en dat, en hier heb ik de statistieken, bla bla bla. Oppervlakkig geklets. En Irene had dat in de gaten. En die ging scherpe vragen stellen. En dan werd die hoofd van de intensive care unit ongelooflijk. Als je zulke bent u van het beroep. Dan denk ik, auw. En ik liet tante Irene aanvallen zoals dat bij de leven gaat. Dat het mannetje onder de boom blijft liggen en die vrouwtjes doen de aanval. En die man zweten. En toen ik er overheen. En ik vroeg heel eenvoudig. Is er een biopsie gedaan voor de operatie? Het antwoord was nee. Dus ze waren zonder meer gaan snijden voordat ze wisten of het benigne of maligne was. Gewoon koet koet bommen op Irak. Ja, want hadden we geen tijd voor, want de situatie was zo alarmerend. We moesten wel ingrijpen. Ik zei, mooi zo. Heb je achteraf een biopsie gedaan? Want je hebt toch die. Je hebt de rechterkant, de bovenste kwab van mijn vader, die heb je eruit gesneden. Wat heb je daarmee gedaan? In de vuilnisbak gedonderd? Of heb je dat op kweek gezet? Oh, dat hebben wij op. Ja, we hebben dat op kweek gezet. En we hebben het gecontroleerd hoor. Oké. Mag ik de documenten zien? En die lul. Die klootzak. Die kuthomo. In zijn witte jas. Met zijn fijne salaris. Die liep weg naar zijn kantoor. Om te kijken of daar ergens een document was. En hij kwam teruglopen over de gang. Hij kwam niet eens die bezoekkamer binnen. Hij bleef op 20 meter afstand staan. 15 meter. En hij riep. Ja, het was Molinje hoor. Geen zorgen maken. Nee, en 2 weken later was mijn vader dood. Stelletje leugenaars. Stelletje mensenvermoorders. Dat is mijn emotie. Het gaat toch om de dood van je vader. Mijn vader dan, hè? Mijn biologische vader. Die zaadlap.
die mooi kon schilderen. Ik vond het wel. Ik had er wel respect voor. Zijn koken, dat was magisch. Ik weet nog een keer dat de familie van mijn moeder werd uitgenodigd en wij waren toen in Groningen. En wij woonden onderaan de terp en dat huis, dat kostte net een huis. Het was een boerenhuis met een schuur. En aan de overkant van de weg hadden we ook nog een schuur en land. En dat alles voor 90.000 gulden. Dat is 40.000 euro. Was wel een koude bedoening, maar daar staat Groningen onbekend. Lastig om het daar warm te krijgen. We hadden een woonkamer met een hele brede deur. Het was omdat, dat zei mijn vader, ik weet niet of het waar is, maar ik denk het wel. Dat was omdat ze de koe, een koe, in de woonkamer lieten staan voor de warmte. En dan kregen we die mooie kerst dat mijn vader had gezegd, ik ga koken. Nodig je hele familie maar uit. Dat is de familie van mijn moeder. Familie Bosman. En ik zal zorgen voor een kerstmaaltijd. En die Klojo, die had dus niet alleen perfecte aardappelpuree, geweldige spruitjes, een wild konijn of haas. En dan als laatste een bavarois. Vanille bavarois was het. Dat is moeilijk te maken, man. Ik heb daar jarenlang op gepuzzeld. Moeten jullie ook doen? Trouwens, maak een bavarois. En niet veganistisch. Dus ben je veganist, dan doe je dat niet. Maar als je dat toch niet bent, dan maak een bavarois. Dan moet je een ijsbak klaar hebben. Een gelatine. En heel veel eieren. Precies in de goede constellatie. En dan map je iedereen dood. Oh, wat had hij zijn schoonfamilie te grazen. Het is niet te beschrijven. Je bleef maar dooreten en je wist wel van, oh nee, dit gaat niet goed. Maar het is zo lekker. En dat was 10:30 s'avonds en iedereen die wilde liggen, die waren doodop van het eten. En toen zijn we weer wakker geworden. Ik ging ook gewoon liggen en toen hoorde ik klingel, klengel, klangel. Dus toen werd ik wakker en hoe laat was het toen? En dan naar de keuken toe en dan... Er waren ook twee tantes die dan opgestaan waren uit de dood. En die stonden er afwas te doen. Ja. Koken kon hij. Heel mooi gevoelig. En voor de rest was hij zelf ook een heel gevoelig mens. Ik heb ruzie met hem gehad. Oké. En dat hoort toch ook. Ergens in de geschriften staat toch, je moet een keertje ruzie maken met je ouders. Dat helpt. Dat geeft verlichting of verluchting. Maar niet leuk dat ze hem vermoord hebben. Dat was niet nodig geweest. Je had hem net zo goed
goed, net zo goed kunnen laten leven. Nou, dank jullie wel voor het luisteren naar deze 1 uur en 40 minuten. Het valt me wel mee. In een eerlijk verhaal over hoe gemeen de wereld is. En dat je alles maar moet accepteren alsof er niks is. Ik dacht het van niet. Als Madonna heeft gezongen, Don't Cry for Me, Argentina. Het tegenovergestelde is, ik huil wel voor jullie. En op zijn hamburgs zag ik tjus. Dag lieverds.